Goedendag, u kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaza.nl Op de satellietfoto van vannacht 5 uur zien we nog veel wolken boven het noorden en oosten van het land, maar al brede opklaringen boven het westen en zuiden. En die opklaringen, die winnen terrein. Vanochtend dus flinke zonnige periode en een paar stapelwolken met de meeste wolkenvelden in het noordoosten. Het is overal droog en de graad of 13 naar 14. Vanmiddag wordt het dan 16 graden in het noorden en 18 naar 19 graden in het midden en zuiden. De zon blijft flink van de partij, maar er zijn ook overal een paar stapelwolken en er staat heel weinig wind. Een prima dag dus. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en aan het einde van de avond kan er in Zeeland misschien een druppeltje motregen vallen. Veel meer regen gaat er morgen overdag vallen. In de ochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noord en in de middag en avond trekken er buien van zuidwest naar noord en daarbij kan het misschien ook onweren. Ondanks de vele wolken en regen worden het wel warmer, 18 tot 21 graden. Aan zee gaat het stevig waaien. Ook zaterdag waait het aan zee nog stevig en verder vallen er buien, maar schijnt ook van tijd tot tijd de zon. Dat geldt ook voor zondag en maandag, wisselvallige dagen, maar wel met van tijd tot tijd zon en temperaturen van 17 tot 21 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl